Perselaar Constructie is een Brabants familiebedrijf opgericht in 1957. Dit constructiebedrijf engineert, produceert en monteert toonaangevende constructies van staal, aluminium en roestvast staal voor de utiliteitsbouw, offshore, infrastructuur en de industrie. Daarbij wordt ouderwets vakmanschap gecombineerd met high-tech machines. Klanten kiezen voor Perselaar Constructie als partner wanneer kwaliteit, expertise, goede communicatie en leverbetrouwbaarheid de belangrijkste vereisten zijn in een project. In deze film laten we de toegevoegde waarde van Perselaar Constructie zien tijdens de verschillende productiestappen die nodig zijn om tot een moderne fietsbrug te komen die voldoet aan de hoogste Europese kwaliteitseisen. Bij opdracht start de constructeur van Perselaar Constructie met het opzetten van een 3D statisch berekeningsmodel van de brug. Hierin worden onder andere wind, sneeuw en aanrijdbelasting gesimuleerd en profielafmetingen bepaald. Met deze profielkeuze kunnen de CAD-engineers een 3D-model opzetten. Vanuit het 3D-model worden vervolgens 2D-tekeningen gegenereerd die samen met de berekeningen ter goedkeuring gaan richting de klant. Na goedkeuring wordt het projectdossier compleet gemaakt voor de werkvoorbereiding en productie. De hoge kwaliteitseisen verlangden dat al het staal waaruit de hoofddraagconstructie is opgebouwd een 3.2 materiaalcertificaat bevat. Dit betekent dat een onafhankelijke keuringspartij het productieproces bij de hoogovens keurt. Om een optimale hechting van zink en verf op de randen van het staal te waarborgen, heeft Perselaar Constructie geïnvesteerd in een speciale afbraammachine. Met deze machine is het mogelijk om een radius van minimaal 2 mm aan te brengen op plaatmateriaal, zoals de spijlen van de leuningen. Zelfs de beste vakman kan niet tippen aan de constante kwaliteit en snelheid van deze machine. Op het bedrijfsbureau vindt de werkvoorbereiding, inkoop en planning plaats. Hier worden ook de programma's van de drie lasrobots geschreven. Middels een 3D gesimuleerde omgeving kan de robotprogrammeur de brugleuningen exact in een mal plaatsen en de lasbewegingen van de robotarm simuleren. Wanneer gereed, stuurt de robotprogrammeur het programma naar de robot waar er ruim 200 meter aan leuningen in hoog tempo gelast worden. De overige 6 kilometer aan laswerk wordt uitgevoerd door eigen gekwalificeerde lassers. Met name de lasverbindingen van de diagonale buis op de onderkokers verlangt ouderwets vakmanschap. Hier verloopt de lasnaad van een halve V-naad naar een hoeklas, wat voor een uitdagende lasbeweging zorgt. De brug bevat daarnaast ook nog superduplex RVS voor de oplegpunten. Dit bijzondere metaal is vele malen sterker dan RVS 316 en nog corrosiebestendiger. De acceptatiecriteria van de lassen ligt uitzonderlijk hoog in verband met de gestelde eisen. Dit houdt in dat elke las vrij moet zijn van kraters, putjes, inkarteling en lasspetters. Daarnaast wordt van elke las bijgehouden wie het gelast heeft en met welke batch lasdraad. De drie lascoördinatoren van Perselaar Constructie controleren dit proces continu. Naast de eigen controle wordt er ook door externe specialisten niet-destructief lasonderzoek verricht, zoals magnetisch, ultrasoon, röntgen en penetrant testen. Na akkoord door de kwaliteitsexperts gaat de brug, in verband met de totale hoogte, in drie delen, ondersteboven, op transport naar de koter. Bij DCS in Moerdijk wordt de brug voorzien van een metalliseerlaag. Op deze laag worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Vervolgens wordt de brug gecoat met een drielaags natlaksysteem, conform de hoogste klasse C5.
Met wederom een bijzonder nachttransport worden de brugdelen naar de afbouwlocatie in Veldhoven gebracht. Hier start de eindmontage van de drie aparte brugdelen tot één geheel. De plaatsing begint met het transport van de afbouwlocatie richting de Rijksweg A67. Onder begeleiding van de experts van Mammoet wordt de brug met SPMT's zorgvuldig over het naastgelegen viaduct gereden en in gereedheid gebracht voor de hijsbeweging. Tijdens een volledige wegafsluiting worden twee enorme 700 tons kranen in positie gebracht. In een half uur tijd wordt de brug van 160.000 kilo en met een lengte van 100 meter met grote precisie op de juiste plek gelegd. De monteurs van Berselaar Constructie begeleiden de laatste centimeters van de hijs, waarna ze de brug definitief bevestigen aan de landhoofden en de middensteunpunten. Weer een bijzondere metaalconstructie opgeleverd door Berselaar Constructie.